Als ik naar de volgende keer, dan moet je nog een keer dat verhaal. Want ik heb er nog wel wat meer over te vertellen. Wat? Wil ik nog wel wat zeggen? Nee, ja, omdat wij worden ook aangevallen, zeg maar, door de KNVB over dat contract. Dat we pas na dat contract wat gaan schrijven en zo. Maar al voor het contract. En omdat AD nu een contract heeft met de KNVB? Nee, maar voor dat contract, tijdens het contract, hebben we al meer dan genoeg, waren we luizen in de pels. Ja. Echt waar. En voor de duidelijkheid, voor de mensen die niet weten wat het contract inhoudt, jullie hadden een sponsor. Media, ja. Maar wel het contract was alleen voor de marketing, was niet voor redactie. Alleen, zij wilden ook invloed op de redactie hebben. Kijk, en dat vond ik wel, Paradijs en Paul Jansen, die hebben allebei hun rug recht gehouden. Want ze wilden echt dat onder andere ik zou stoppen met die column op zo'n manier te schrijven. Ja, hebben ze dat echt verzocht? Ja. Kijk, wil ik vorige keer nog wel wat over roepen. In de uitzending hier? Dit is goed dat je het even aankaart. Dat kan toch helemaal niet? Nee, lijkt mij ook. Bovendien, ik bedoel, dat moet je zelf er ook niet willen? Want dat nee, is toch veel belangrijker? Ja, natuurlijk. Maar het stond ook in het verhaal, hè, dat ze bij Paradijs waren langs geweest. Dirk Rousseau is bij Paradijs langs geweest, de toenmalige hoofdredacteur. Om te zeggen dat hij hier geen trek meer in had. Dat is een beetje wat Ajax dan ook deed, hè, bij jullie om langs te komen. Ja. Dat het niet meer Uri Cornel, ja. Is ook langs geweest, ja. Dus, hij is natuurlijk helemaal fout. Maar het is ook allemaal zo onvolwassen. Want ik begrijp dus nu weer uit verhalen dat Erik Gudde dan niet meer wil dat Chris van Nijnatten kan blijven, omdat hij kritische stukjes had geschreven over Feyenoord. Ik weet niet of dat waar is, maar het gaat wel het gerucht dat Raymond Salomons, de huidige voorlichter bij Feyenoord, dat die meegaat. Ja, dan is er geen ruimte meer voor van Nijnatten. Nee. Maar die heeft natuurlijk ook een aantal blunders gemaakt, dus... Maar ik weet niet wat voor contract hij heeft. Misschien heeft hij wel een jaarcontract, dus misschien wordt dat wel niet verlengd of zo. Ik weet niet precies wat voor constructie daar is.